Met 10 nationale titels is Tijmen Kuipers de beste 800 meter specialist van Nederland. Al weken verkeert de Achterhoeker in grootste vorm. Op uw laatste. Achter de lijn. Kuipers aast op revanche nadat hij tijdens het vorige WK in Peking in de verdrukking kwam en bijna viel. Ik wil gewoon presteren op dat WK. Ik heb 2 jaar terug werd ik in de halve finale door een duw. Verloor ik gewoon mijn kans om de finale te halen. En dit keer hoop ik gewoon wel gewoon meer kans te maken. En met een 1,44 maak ik gewoon kans om op de beste 8 van de wereld te horen. De limiet voor het WK in Londen heeft Kuipers al op zak. Daarna won hij wedstrijden, zoals hier, de Global Athletics in Nijmegen en de FBK Games in Hengelo. Hij scherpte zelfs zijn PR aan en liep voor het eerst onder de 1,45. Maar Bram Som uit Terborg, zijn voorganger, heeft het Nederlands record nog altijd in handen. Hij is een compleet andere atleet als ik was. Waarin? Hij is echt een goede frontrunner, kan goed van voren. Ik was meer in de pack. Ik was sneller, meer basissnelheid. Hij heeft een betere 1500, dus daarin verschillen we wel. Maar de voorwaarden heeft hij zeker om een 44er op de klokken te gaan zetten een keer. En dat lukte dus in Hengelo met 1,44,99. Toch reiken de ambities van Kuipers ook verder. Hij heeft zijn zinnen gezet op de 1000 meter. Er staat toch het Nederlands record op 2,15. Volgens mij van Marco Koers. Ik ben toch ook wel enigszins. Ik heb de 1500 meter dit jaar al gedaan. Ging ook wel goed. Maar ik denk dat ik de 1000 meter ook best wel goed kan. Dus misschien gaan we daar nog wel even voor.